Eeuw, het Ibrahim, wai wai. Eeuw, echte mannen, wai wai. Positiviteit, wai wai. Activiteit, wai wai. Negativiteit, wai wai. Geen tijd voor, wai wai. Heel wegen door, wai wai. Brian Vlogs. Jawel, mensen, hier zijn de papagadisa. Jawel, mensen, hier zijn we weer met een gloednieuwe video, dames en heren. Ja. We hebben er vandaag heel veel zin in. Ja. Ryan, Bilo, Brahim en niet te vergeten Sophia. En mensen, ja, ik wil je even wat Sophia heeft een bril op. Ja, nou verraad je wat ik wilde zeggen. Ik wilde net zeggen. Nou, dames en heren, vertel ons eventjes wat jullie van vinden. Van een nieuwe bril, van Sophia. Tada! Hoe vind je hem zelf, Sophia? Vind je hem mooi? Ja. Wat wil ik nou zeggen? Trouwens, mensen, ik heb iets super, super... Pizza! Mooi, gek. Hey mensen, ik heb iets gruwelijks wat ik heel graag met jullie wil delen. Nou, zoals jullie weten, wij zijn alleen maar van de positieve vlogs, toch? Ja. Toch, mensen? Ja. Oké. Nou, maar nu begint dat juist de trend te worden. En dames en heren, let even op. Ik zit nu bij de top 100 sociale vloggers. Check even dit filmpje. In februari, ergens in februari, weet ik niet, maar het staat ook in het filmpje. Check heel, heel kort eventjes waarvoor ik genomineerd ben. En het is toch ziek dat je met positieve video's nu juist de top kan gaan halen. En mede dankzij jullie, want het gaat ook natuurlijk, het gaat niet om de aantal views en abonnees. Het gaat om hoe mensen reageren, hoeveel likes in verhouding met dislikes. Nou, noem maar op. Maakt allemaal niet uit. Maar in ieder geval, dat ik wederom voor de derde keer in zo'n korte tijd genomineerd ben voor zoiets tofs, ben ik super blij mee. Dus kijk mee. Hallo, hoi, hoi. Hallo, hoi. Welkom bij een nieuwe vlog. What's good? Eerlijk mensen, is toch gruwelijk? Is toch gruwelijk? Laten we hopen met z'n allen dat we hem gaan winnen, mensen. En als we hem niet winnen, maakt niet uit. Ik zit in ieder geval in de top 100, dus dat is gruwelijk. Volgens mij lijk ik nu op een of andere konijn. Mensen, gisteren ben ik teruggekomen uit Barcelona voor mijn werk. Vanuit Stichting Elk Kind een Bal. Waarin wij dus ballen hebben gedoneerd in Barcelona. Op de Cruyffkoorts. Nou, was allemaal vet. Maar op een gegeven moment kom je vermoeid terug. Dus dan ben je helemaal kapot. Nou, en nu heb ik voor geregeld dat wij naar, en Bilo, we gaan naar Relax Center Nederland. Vorige keer zijn we geweest, zijn we volgens mij in Amstelveen geweest. Vandaag gaan wij naar Zaanstad. En sowieso, de vorige keer dat ik ben geweest, echt wauw, hoeveel mensen uiteindelijk zijn geweest. Ga vooral zo door. De kortingscode is nog steeds geldig, gewoon Brian Vlogs. Link in beschrijving, check het. En dan gaan we dat regelen. Dat jij daar ook naartoe kan. Barcelona. Wat? Barcelona? Hé, hey, je zot. Je gaat helemaal nergens en je moet hier blijven. Verder, 5 februari is er een winactie. Dan geeft Relax Center Zaanstad. Geven 2 keer 2 tickets weg voor Saladin. Inclusief een diner. Waar wij ook aanwezig zullen zijn. Dus wij gaan daar ook eten. Houd even in de gaten. Wij gaan sowieso een winactie daarvoor weggeven. Want mensen, wij zijn echte... Konijnen. Wij zijn echte... Mannen. En wij geven iedereen alleen maar liefde. En wij zeggen altijd positiviteit, adembedetje, alleen maar liefde. Galina, kijk maar. Kijken. Ben je klaar voor? Ja. Ja. Milo, wat vind je ervan? Ja. Ja? Heb je er zin in? Ja. Ben je er helemaal klaar voor?
Zo, Milo. Ja, kijk, wat is dat nou? Kijken? Hé, dat kan niet, hè? Dat kan toch niet? Dus heb je niet zo gek. Doe voor Ajax. Ajax. Wie gaat er winnen? Feyenoord voor Ajax? Ajax. Zeker weten? Ja. En daar helemaal vrij. Dit moet hem zijn voor Berghuis. En dat is hem ook. Die was anders buitenspel geweest. Dat is hij nu niet. Ajoep. En Ajoep scoort. Ja. Komt net in de ploeg. 6-2. Heb je er zin in? Ja. Heb je er zin in? Ja. Ben je er klaar voor? Oh jee. Brein. Ja. We gaan dan heen. Ja, dat is heet. Ja, doe maar even je vinger erop. Kom maar. Nee, nou, ga je het zwembad in? Mensen, alvast vergeet niet te abonneren, hè. Dus nu gelijk doen, gelijk op een knopje, dan ben je daar gelijk vanaf. En op belletje, anders krijg je geen melding. Dus druk op belletje. Mensen, even serieus. Ik ben echt, gewoon op zulke momenten ben ik echt trots, papa. Ryan, die gaat jullie iets laten zien wat hij geleerd heeft. Dus check even mee. En dames en heren, jongens en meisjes, opa's en oma's, neefjes en nichtjes, vriendjes en vriendinnetjes. Hier komt hij dan. Ryan, over enkele seconden gaat hij starten. 3, 2, 1. De laatste keer dat we op vakantie waren, toen ging dat niet. Toen had je nog bandjes nodig, hè? Logan! Hey, wie is daar nou? Hey, koekenbakker! Dat die zegt tegen mij, oh, wat leuk dat ik meekom. Ze zegt, en de kinderen, had je me helemaal niet verteld. Ik zit er, joh, het is een relaxcenter, geen stresscenter, hè? Nee, maar zo te gaan, het is wel echt super leuk om met kind deze kant op te komen. We gaan eens even kijken. Hey. Oh. 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 Zo, hé. Oh, kiezerera. Au. Kiezerera. 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 Echt niet. Wat voor liedje gaan we? Nee, kijk uit, zoiets. Echt in. Ja, vriend. Eentje? Ja, nee. Kijk uit! Het is heet, het is heet. Kijk waar hij zijn vinger in probeert te stoppen. Doe dit alsjeblieft niet thuis na. Nee, dat is echt heet. Dat is goed, doe maar. Wil je iets doen? Ja, oké, okay. Dat is een grapje dus. Dit betekent grapje, weet jullie nog? Zo! Nou, als je dat doet, moet je wel je ogen dicht doen. Ryan! Die. Daar, hier, die. Doe maar aan. Nou, wat gaan we doen, Bilo? Restaurant eten. Gaan we een restaurant eten? Patatjes? Ja, Brahim. Vandaag is het cheat day, dames en heren. We gaan gewoon helemaal los. Nee. Bilo die mag geen hamburger, geen frietjes, helemaal niet. Zal Nee. Klaar voor? Nee. No. Hij is er niet klaar voor. Nou, tot zo meteen. Alleen maar liefde. Wat zeg je nou allemaal? Drie wat? Drie. Kan niet, hè? Nee. Kan niet. Kan niet. Nee, joh. Is toch te veel? Jawel. Oh jee. Moet je kip nu doen? Nee, is niet van ons. Ja, die kip is. Kijk eens. Lachen. Wat zag je? We zijn gewoon nooit stoppen met eten. Nee, hè? Hoor je dat? Hallo, rustig. Rustig, jongen. Rustig, joh. Jongen. Eten is alleen voor echte. Echte mannen. Ja. Oh. Ja, maar ik heb gewoon een probleem. Waar is het potjes eten? Ja.
iedereen is klaar. Iedereen heeft zijn handen gewassen, weet ik veel, droog gemaakt. En wie is er nog bezig, dames en heren? Wie is er nog bezig met eten? Ja hoor. Meen dat nou? Ja mensen, we zitten hier met... Met Salah en... Yesi. Ik kom ze gewoon zomaar tegen. Deze mensen zijn fan. Ik vind alleen één ding vind ik echt jammer. Maar dat kan gewoon echt niet. Hoe bedoel je als ze hebben Real Madrid? Ja, tuurlijk. Hoe bedoel je tuurlijk? Ik heb Real Madrid. Kijk, tik hem aan, ouwe. Hè? Ah, maakt niet uit. Hey, naar wie wil je een shout-out doen? Naar Brahim en Bilal. Kijk, alleen maar liefde. Hey, shout-out naar jullie jongens. Heel veel succes. En kill, hè? En Barcelona, vriend. Geen Real Madrid. Is goed. Nou mensen, gaat niet goed met Bilo een beetje, hè? Bilo, gaat een beetje? Nee. Gaat een beetje? Is een beetje ziek geworden, hè? Wat heb je? Buikpijn. Hè? Hij heeft buikpijn. Volgens mij is het eerste buikgriep. Ik weet niet wat het is. Maar die andere van mij die begint ook ziek te worden. Sorry. Gaat een beetje? Hè? Hey. Hallo. Gaat een beetje, Kille? Hè? Nou. Is niet best. Ja, sorry. Het is niet lekker. Ik heb het heel erg kunnen gaan. Heb je net de eilen? Maar beschouw de eilen. Kom maar. Nee, oké. Okay. Ik mag wel een beetje uit. Jawel, hier zijn we weer! Nou mensen, ik heb Bilal zojuist teruggebracht. Hij voelt zich echt gewoon niet lekker. Dus ik dacht ja, om dan helemaal met de video af te sluiten en zo samen met hem, vond ik een beetje lastig eigenlijk. Dus in dat opzicht, sorry dat we niet samen kunnen afsluiten, maar hij moest even echt een beetje bijkomen. Ik hoop dat het niet heel erg is. De vraag is nou, buikgriep of heeft hij gewoon te veel gegeten? Ik zelf denk buikgriep, want ja, hij kan gewoon echt veel op. Maar dat weet ik niet. Dat weten we hopelijk volgende week. Dat is één. Twee, wil ik tegen jullie zeggen dat jullie niet moeten vergeten te abonneren. Druk op het belletje, je ziet daar zo'n belletje, druk daar eventjes op, want dan weet je zeker dat jij een melding krijgt. Drie is, oprecht wil ik Relax Center Nederland, en in dit geval Zaanstad, wil ik super bedanken. Echt voor de uitnodiging, gruwelijk, ik was gewoon top, zag er goed uit, goed hygiënisch, alles was gewoon op een top. Mijn advies, je kan je kinderen meenemen, dat is zeker mogelijk, maar je weet, met kinderen, dan was het gewoon net al zei, is het geen relax center, stress center. Nee, zottigheid, je kan best je kinderen meenemen, maar ik ben daar geen voorstander van. Ga met je vrouwtje of met een vriendin of met vriend of met vrienden, weet ik veel vriendinnen, maximaal 10 uit mijn hoofd. Ga lekker chillen, ga lekker ontspannen, weet je, echt. Maar met kinderen dan weet je dat je aan het opletten bent, dit, dat je bent bang iemand verzuift, weet ik veel wat allemaal. Dus dat is, weet je, raad ik jullie zelf niet aan. Voor de rest, echt top. Dit moet je gewoon een keer geprobeerd hebben. Nogmaals, dank. Dank. Volg ze ook via Instagram en volg Salahdin ook via Instagram. Want ik zei natuurlijk al, binnenkort wordt er een winnaar bekendgemaakt. Dat gebeurt ook via mijn social media. Maar ook via die van Salahdin en via... Relaxed Center Nederland. Yes, nu is het een beetje raar om af te sluiten zonder Bilal. Maar goed, ik doe het in mijn eentje. Het ziet er een beetje raar uit. Dus ik kijk een beetje naar links en naar rechts. Dat niemand mij hier ziet. Dus, we zijn echte mannen. En wij geven iedereen alleen maar liefde. En we zeggen altijd positiviteit. Arrivederci. Tot snel. Love. Alleen maar liefde. Why, why? Alleen maar liefde. Why, why? يو هدى ابراهيم وي وي يو هدى بلال يو هدى ابراهيم وي وي يو هدى بلال يو هدى ابراهيم وي وي يو اختمالو وي وي بوزيتيفيتيت وي وي اكتيفيتيت وي وي نيجاتيفيتيت وي وي خين تيت فور وي وي الويغن دور وي وي